Aan de ene kant van de grote markt wordt gesloopt, aan de andere kant wordt opgebouwd. De laatste voorbereidingen voor Eurosonic en Noorderslag zijn in volle gang. De komende dagen is Groningen dé muziekhoofdstad van de wereld. Bands, managers, programmeurs, muziekpers en liefhebbers. Iedereen die iets met muziek heeft, moet deze week in Groningen zijn. Bekende, maar vooral minder bekende artiesten treden op en hopen ontdekt te worden door een van de talloze scouts die deze week in Groningen te vinden zijn. In poppodium Vera staan vanavond de eerste optredens op het programma. Dat is een flinke happening met tegenwoordig 3 dagen. Dus we zijn gisteren al begonnen, want het is een ontzettende klus om het op te bouwen. Bent u nou tevreden met de artiesten die hier in Vera komen optreden? Nou, er zijn een paar hele mooie dingen bij. God is een astronaut. Is morgen, donderdag, Lisa Henneken vanavond. Ierse dingen zijn vaak mooi. Het is Focusland deze keer. Dus. Volgens mij heeft er een hele grote Ierse band hier ook ooit opgetreden, toch? Ja, je bedoelt U2, ja. Toen hadden we nog geen Eurosonic, nee. Toen deden we het nog gewoon. Niet alleen uit Ierland, maar ook uit de rest van de wereld komen mensen op het festival af. De hotels in de stad zijn dan ook volgeboekt. Elk jaar bij Eurosonic Noorderslag zijn de hotels goed bezet en ook goed vol. En ook dit jaar weer. Het Martini Hotel en het bijbehorende hostel heeft 400 volle bedden de komende nachten. Het is een heel gemêleerd gezelschap. Het zijn natuurlijk allemaal mensen die te maken hebben met muziek. Platenbazen, bands. Maar met name ook heel veel internationale gasten die Groningen weten te vinden. En bands, laten die wel eens een hotelkamer een beetje in puin achter? Nee, van die Stones activiteiten hebben wij nog niet mogen ervaren hier in het Martini Hotel. Op de Grote Markt zijn donderdag en vrijdag gratis optredens van bekende Nederlandse artiesten als Caro Emerald en Alan Clark. Ook de optredens bij Platenzaak Plato zijn gratis toegankelijk. Deze optredens zijn niet alleen voor klanten, maar ook voor de medewerkers ieder jaar een mooi vooruitzicht. Je ziet heel veel nieuwe bandjes. Van sommige kennen we de cd al, maar dan is het leuk om ze live te zien. En dan op enkele meters afstand. Dus dat is gewoon, het zijn intieme optredens die hier gegeven worden. En soms ken je het bandje helemaal nog niet en dan is het leuk om verrast te worden. Wie een band in de winkel wil zien optreden, moet vroeg bij Plato op de stoep staan. Het is zelfs zo gek geweest inderdaad bij Spinvis dat er bussen niet meer door de straat konden. Maar of er dit jaar ook weer zoiets bij zit, dat weet ik niet. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat wanneer Blauwzoen speelt zaterdagmiddag, dat het wel eventjes druk wordt. Ja. Wie weet zetten ook zij in Groningen de eerste stappen naar wereldwijd succes. Ook Radio zendt in het kader van Eurosonic donderdag en vrijdag van 1 tot 6 live uit vanaf de Silo Sessions.